Nou, dit is het tweede gedeelte van mijn verhaal over wat globalisering is. We hebben de aspecten behandeld. En nu gaan we het hebben over de perspectieven, visies. Daar valt heel veel over te zeggen. Ik kan heel veel opdelingen maken. Ik maak daarbij gebruik van een vrij simpele en ik vind het een hele leuke opdeling van Barry Axford. Die heeft hij gemaakt. Dat kan je halen uit zijn recente boek, Populism versus the New Globalization. Dat is dit jaar verschenen bij Sage. Ik kwam erop omdat ik bij een boekpresentatie was en dat gaat, hè, in 2021 gaat dat online. En daarin was niet alleen zijn boek, maar ook andere boeken werden gepresenteerd. En hier zijn de auteurs. Bij Expert nauwelijks herkenbaar zie je het plaatje rechtsboven. En het interessante is, als je daar een poosje naar kijkt, ja, dat lijkt een beetje chaos, maar er zit toch behoorlijk wat presentatie achter. Niet alleen zijn boeken, maar er zit ook een spiegel achter die toevallig net in beeld is. En als je nauwkeurig kijkt, dan zie je daar dat daarop staat The Great Barry. Waarschijnlijk cadeau gekregen van zijn vrouw of zo, en dat hij elke dag in de spiegel kan kijken en dan ziet hij The Great Barry voor zich. Maar dat terzijde. The Great Barry die heeft een heel mooi overzicht gemaakt van globalisering. De verschillende visies op globalisering, ook aspecten, perspectieven, een beetje van hem gejat, zullen we zeggen. Een beetje is overgenomen. Hij maakt onderscheid tussen globalisering als netwerk. Heb je verschillende soorten netwerken van? Ik zal het schema zo verder uitleggen. Als ideologie en als verandering. Dat gaat natuurlijk weer richting ontwikkeling, waar we het volgende week uitgebreider over zullen hebben. Nou, laten we dat eens wat verder bekijken. Als je dit bekijkt, dan zit je eigenlijk, vind je bij netwerken, dat zijn eigenlijk de aspecten van wereldwijde netwerken die we in het eerste gedeelte van dit verhaal hebben besproken. Dat gaat, wat hij noemt, embodied, hè? Dat zijn relaties, wereldwijde relaties, die gaan we netwerken, hè? Dat is nog iets meer, wat intensiever dan losse relaties. Dat aan de mens verbonden is. Hè? Dat kan je zien, dat is verbonden met genen, hè? Daar hebben we het over gehad. Nu is migratie daar een heel belangrijk aspect van. Dat hebben we niet behandeld, maar dat komt in dit vak komt het ook wel aan de orde. Maar dat is één vorm van globalisering. Migratie en alle visies die daarop zijn. Aan de andere kant is het wat hij noemt objectified. En dan gaat het meer over dingen, objectieve dingen, niet mensen, maar dingen. Dingen kunnen stenen zijn, het kan bronzen artefacten zijn, het kan landbouwproducten zijn, industrieproducten, tot en met aan informatie aan toe. Dat zijn meer de dingen die je kan meten, hè? Wat natuurlijk heel vaak onder globalisering wordt verstaan, hè? Die netwerken. Niet alleen van mensen, maar van dingen, diensten en informatie. Dat is het tweede aspect van het netwerk. Het derde aspect, daar hebben we nog niet zoveel over gehad, maar is ook wel belangrijk. Komt de rest van het vak ook nog wel in verschillende hoofdstukken van het boek. Dan komt het aan de orde, dat gaat meer over de organisaties, hè, de organisationele netwerken. Hè, dat hebben we al een beetje gehad. Je kan de wereldrijker daarover zien, dat is ook een vorm van organisatie, dat je dingen met elkaar verbindt. De kapitalistische wereldeconomie is natuurlijk ook een organisatie, een organisationeel geheel kan je dat zien. Want dat is hoe dat via marktwerking en een statensysteem, hoe dat relaties mogelijk gemaakt worden en bepaalde mensen ervan profiteren. En tegenwoordig heb je ook een hele hoop andere soorten organisationele netwerken, de Verenigde Naties. We hebben net COP26 gehad in Glasgow. Hè? Dat zijn ook organisaties. Dat is ook een aspect van een netwerk wat je als globalisering kan zien. Hè? De Europese Unie in zekere zin is dat ook.